Dit is een pitch voor de theatervoorstelling Dicht bij me. Dit verhaal gaat over Aisha. Aisha betekent in het Arabisch leven. En dat is wat Aisha wil en voor vecht. Ze wil vrij zijn. Haar eigen keuzes maken en leven. Echt leven. Aisha is blind. Ze leeft in twee verschillende werelden. In de Nederlandse wereld, waar ze zichzelf mag zijn en haar grote passie al op jonge leeftijd leert kennen, muziek. En ze leeft in de Marokkaanse wereld, waarin ze niet geaccepteerd wordt door haar blindheid en waar ze geen muziek mag maken en luisteren. Totdat ze in haar puberteit door anorexia ziek wordt en langdurig wordt opgenomen. En dan nog, ze blijft zingen, dansen en voor haar medepatiënten cassettebandjes met de nieuwste hits opnemen. Jaren later, als ze wat rust heeft gevonden in haar volwassen leven, produceert ze muziek, drumt en ze leeft. Ze kan in alle vrijheid van muziek genieten. Muziek maakt haar blij. Muziek kan ze de meeste pijn loslaten. Muziek laat haar vrij zijn. Aisha is gaan leven. Dit verhaal is mijn verhaal. Ik wil het niet alleen vertellen om te delen. Ik wil ook mensen inspireren om hetgeen te doen waar ze goed in zijn. Of waar ze plezier uit halen. Wanneer ze zich rot voelen. Ik heb een deel van het verdriet losgelaten en mensen vergeven om door te gaan. Ik ben blij en dankbaar dat ik het vermogen heb lief te hebben en van mensen te houden. Waardoor ik zelf ook heel veel liefde mag ontvangen. Dit is een groot cadeau. Het geld waar ik nu voor pitch kan ik gebruiken voor het betalen van een regisseur en het schrijven van het scenario van het verhaal. Bedankt voor uw tijd.